Kunnen we beginnen? Ja. De afgelopen keren hebben we een bewijssysteem gepresenteerd voor onze simpele WILE-taal en voor dit soort specificaties. Zogeheten pre-post-conditie-specificatie. Een pre-conditie, een statement en een post-conditie. En dan hebben we allerlei axioma's en bewijsregels gezien die de structuur van die statement S volgen. We hebben de laatste keer ook laten zien hoe we dit programmaatje correct kunnen bewijzen. Programma voor het berekenen van de integer wortel van de inputwaarde van x en de outputwaarde zit in y. En die functionaliteit die kunnen we dus beschrijven door middel van deze pre-post-conditie-specificatie. Dus preconditie zegt dat x groter of gelijk aan 0 moet zijn, opdat na afloop geldt dat y kwadraat kleiner of gelijk is aan x en x is kleiner of gelijk aan y plus 1. Dit kon nog wat sterker, dit kun je nog sterker maken tot x kleiner dan y plus 1 kwadraat. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus de vorige keer hebben we laten zien hoe we dit met behulp van ons bewijssysteem kunnen afleiden. En daarmee heb je dus eens en vooral dit programmaatje correct bewezen. Dat wil zeggen voor elke input state en voor elke mogelijke bewering. En er zijn dus oneindig veel mogelijke input states, namelijk voor elke waarde van x heb je een executie. Voor negatieve waardes kun je zien, heb je ook nog een niet-terminerende berekening, dus vandaar deze conditie. Maar op deze manier zijn we dus met behulp van het bewijssysteem in staat geweest op een eindige manier dit correct te bewijzen. Dat wil zeggen, op een eindige manier weten we nou dat het voor alle berekeningen geldt. We hoeven dus niet al die berekeningen bij langs te lopen om te checken of het eindresultaat inderdaad hieraan voldoet. Wat je met testen doet. Nee, het is nu op een eindige manier eens en vooral bewezen. Dus dat is de kracht van van een dergelijk bewijssysteem. Wat ik er nog aan toe wil voegen, Hans, Dieter en ik hadden toen zo'n, noemen we onderling wel zo'n borrel praten over dit soort correctheidsspecificaties. En toen noemde ik ook van dat enerzijds zo'n statement bewerkstelligt toestandsverandering. De semantiek van zo'n statement bestaat uit toestandsverandering. Je hebt de y wordt 0, dat genereert een toestandsverandering. Maakt niet uit wat voor een toestand je deze assignment uitvoert, maar nadien heb je een andere toestand waarin y 0 is. En zo beschrijven dus al die instructies stuk voor stuk individuele toestandsverandering. Daarentegen beschrijft zo'n correctheidsspecificatie op een algemene manier het input-output gedrag. Het beschrijft niet meer een toestandsverandering, één toestandsverandering. Nee, het beschrijft dat als ik hier een verzameling van toestanden neem die allemaal aan deze conditie voldoen, dan weet ik dat in de eindtoestand zijn deze verzameling van toestanden waarin deze conditie geldt. Dus nu heb je het zo gezegd, de semantiek van zo'n statement gelift, opgetild naar het niveau van verzamelingen van toestanden. Het is geen transformatie van toestanden, van de ene toestand naar de andere, maar het is een transformatie van een verzameling begintoestanden naar een verzameling van eindtoestanden. En daarom wordt ook wel gezegd dat zo'n pre-post-conditie specificatie van de statement S, zo'n S ziet als een predicate transformer. Dus in plaats van dat het toestanden transformeert omzet, zie je zo'n S als een predicate transformer. En dat zie je dus met name in het assignment axioma. Daar zie je dat je die assignment statement definieert als een predicate transformer. Want je laat zien, gegeven een postconditie, wat de bijbehorende preconditie is. En die transformatie die druk je uit puur door middel van een logische operatie van substitutie. Dus dat is het hele eieren eten van waarom we nou in staat zijn
anders dan in testen, om op een eindige manier de correctheid van zo'n statement te bewijzen, omdat we het nu liften naar niet een transformatie van de ene toestand naar de andere, maar naar een verzameling van toestanden. Oké, dit zijn dus wat meta-overwegingen. Maar we gaan nu verder met met andere voorbeelden van dit bewijssysteem. En tijdens de werkcolleges zul je zelf ook wat oefeningen doen. En het soort oefeningen dat we hier nu geven en behandelen, dat zijn ook het soort opgaven die je kunt verwachten voor zowel het deeltentamen als het tentamen. Wat dat betreft nog één opmerking, deze keer dus nog wat oefeningen zullen doen, de volgende week ook, maar de week daarop is het eerste deeltentamen. En het eerste deeltentamen zal gegeven worden op de geplande uren voor het hoorcollege, en het werkcollege daarvoor zal gebruikt worden voor vragenuur, om nog wat extra oefeningen te doen eventueel. Het deeltentamen vindt fysiek plaats. Maar er komt meer informatie, maar in principe is dit al een relevante informatie, maar het komt ook nog wel op de Brightspace te staan. Oké, dit bewijs dat hebben we vorige keer behandeld. We gaan nu kijken naar een ander simpel voorbeeld. Dat van een while statement, wederom. We hebben hem al eerder gezien. Wat doet deze while statement? Die zoekt naar een nulpunt rechts van x. We initialiseren x niet, dus vanuit een willekeurige beginwaarde van x gaat dit programmaatje, deze statement, op zoek naar de eerste nulpunt. Nou, dat kunnen we precies uitdrukken op deze manier. We zeggen dat x gelijk is aan n, en n is hier een variabele dus die helemaal niet in je statement voorkomt. Het is een wat we noemen logische variabele, of ook wel freeze variabele. We gebruiken hem om in de postconditie te kunnen refereren naar de initiële waarde van x. Zo kunnen we dus zeggen dat na afloop alle waarden vanaf de initiële waarde van x, dat is dus die n, want die heb ik bevroren zo gezegd, die staat dus voor de initiële waarde. Dus voor alle waarden vanaf n tot aan x weet ik dat ai ongelijk is aan 0. En dan weet ik verder na afloop dat ax is gelijk aan 0. Dus daarmee zeg je niet alleen dat je het nulpunt hebt gevonden rechts van x, maar ook dat het eerste nulpunt is. Dat alle waarden daarvoor ongelijk aan 0 zijn. Nu, wat we nu moeten doen is het vinden van een invariant. Want deze statement is een while statement, dus het enige wat ons tot beschikking staat is deze bewijsregel. Dus je kunt niet anders dan deze bewijsregel toepassen. En we hebben besproken, wat is de kern van deze bewijsregel, is dat je op zoek gaat naar een invariant. Die P is hier een invariant, want je moet bewijzen dat als je de body uitvoert in een toestand waarin P geldt en de boolean conditie, dat dan P weer na afloop geldt. Als je dit bewezen hebt, dan weet je dat iedere keer als je de loop ingaat en de body uitvoert, dan weet je dat aan het begin die breakpoint de invariant geldt. En dan weet je ook dat na de executie van de body wederom P geldt. Dus dan weet je als P helemaal aan het begin geldt, dat die dan ook na afloop van de while statement geldt. En voorts weet je natuurlijk dat na afloop de boolean conditie niet meer waar is. Dus dit is de bewijsregel en die hebben we al een keer eerder toegepast, dus op die integer berekening van de integer wortel. En dat moeten we hier nou ook doen. Nou, nu kun je gewoon wezenloos uit het raam gaan staren en kijken of er zo'n invariant voorbij vliegt, maar dat zal doorgaans niet gebeuren. Dus het beste is om systematisch te kijken naar wat je voor je snuffert hebt. Dit moet je bewijzen. Zoals ik al zei, die statement S die dicteert al welke bewijsregel je moet toepassen. En de bewijsregel van een while statement noodzaakt de introductie tot een invariant.
Nou, je hebt een pre- en een postconditie, dus voor de hand ligt om te kijken of misschien, ofwel die pre-conditie, dan wel die postconditie, misschien zelf de invariant is. He, want waarom zou je verder kijken dan je neus lang is? Als je al weet dat een van beide als invariant voldoet, ja, dan ben je eigenlijk zo goed als klaar. Dus laten we eens kijken. Nou, nemen we die preconditie. X is n. Is dat een invariant? Nee, dat is evident niet het geval. Want die n die komt het programma niet voor, die verandert helemaal niet. En die x die verandert. Dus als initieel x gelijk is aan n, al na één keer uitvoeren van de loop, de body van de loop, geldt dat al niet meer. Dus de preconditie valt af. Kijken we naar de postconditie. De postconditie is een conjunctie. Nou, gaan we kijken. Is dit argument van de conjunctie AX is 0, is dat een invariant? Nee, evident ook niet. Want initieel hoeft AX helemaal niet gelijk aan 0 zijn. En je AX zal pas aan 0 zijn na afloop van de loop. Dus ook iedere keer als je de body executeert, ga je checken of AX ongelijk is aan 0. Dus ja, een invariant zal dat zeker niet zijn. Dus resteert deze bewering, dus de bewering, de assertie die zegt dat op x het eerste nulpunt staat. Nou, zou dat misschien dan een invariant zijn? Nou, ja, dat vergt niet zo, is geen rocket science om dat in te zien. Want aan het begin geldt het. Waarom? Nou, aan het begin is x gelijk aan n. En je zegt dan van elke waarde vanaf n tot n geldt iets. Nou ja, vanaf n tot n, daar zijn geen waarden die daaraan voldoen. En dan is zo'n universele kwantificatie is dan per definitie waar, wat hier ook staat. Had ook kunnen staan false. Dan was het ook waar geweest. Met andere woorden, je kunt zo intuïtief inzien dat in ieder geval deze bewering aan het begin geldt als x gelijk is aan n. Dus dat de preconditie de invariant impliceert. Nou, en verder moeten we ons overtuigen dan dat deze invariant geldt na elke executie van de body van de loop. Nou, dat kun je intuïtief al inzien, want je gaat die body alleen maar in als ax ongelijk is aan 0. En je weet dat alle waarden vanaf i, vanaf n tot x, zijn al ongelijk aan 0. Maar nu geldt ax ook nog ongelijk aan 0. Dus dan kun je gerust x met 1 ophogen met behoud van de waarheid van die invariant. Dus dat is eigenlijk gewoon de hele redenering die vervolgens hier formeel geformaliseerd wordt in termen van het bewijssysteem. Maar dat is de hele crux. Ik moet wel zeggen dat het is natuurlijk niet altijd zo dat ofwel de pre- en postconditie een invariant geeft. Sowieso was dat hier al niet het geval, hè? Want dit geheel, de hele postconditie was ook niet een invariant, alleen maar een bepaald gedeelte daarvan. En ja, dit was dan wel een letterlijk gedeelte, maar soms wordt het ook niet echt letterlijk en moet je soms de postconditie afzwakken om een invariant te vinden. Maar daar zullen we later ook nog voorbeelden van zien. Ja, wat, daar heb ik ook nog een vraagje over, Frank. Want je kunt in principe elke formule nemen als invariant. Ja. Ook formules die niet letterlijk overeenkomen met bijvoorbeeld de pre- of de postconditie van dat loop. Ja. Maar er zijn oneindig mogelijke formules. Zeker. Dus wat is nou een goede manier om die invariant te vinden? In het algemeen. Ja, er is geen algemene methode. Er bestaat geen algemene methode voor het vinden van een invariant. Er is geen algoritme. Ja, je zou misschien machine learning technieken kunnen gebruiken door een of ander machine learning algoritme te voeden met allerlei correctheidsbewijzen. En misschien, maar daar geloof ik absoluut niet in. Dat zal. Wat trouwens, recentelijk was er een toepassing van
machine learning AI op het genereren van wiskundige bewijzen. Dat was, oh ja, in de knopentheorie was dat. Moet je maar eens kijken, googlen. Zijn machine learning technieken toegepast op de knopentheorie en daarin, met behulp van die machine learning technieken, hebben ze daar bepaalde stellingen bewezen. Ja, dus maar in het algemeen geldt dat er geen algoritme bestaat voor het vinden van invariant. Dus ja. Laten we even die machine learning aan de kant geschoven. Ja. Ja. Er is altijd zoiets als menselijk inzicht nodig om tot zo'n, tot zo'n invariant te komen. Ja. Ja. Er zijn hooguit heuristieken. Zoals wat ik hier zei, de basisheuristiek kijkt naar de pre- en postconditie. En we zullen zometeen zien dat voor programmaatjes, simpele programmaatjes zoals deze, waarbij je op een of andere manier door een array heen loopt en daar iets mee doet, dat daar ook in vele gevallen een simpele truc is om te komen tot een invariant. Maar dat blijven gewoon heuristieken. Het zal altijd een menselijk inzicht aan te pas komen. Nou, dus we hebben geconstateerd dat dit een kandidaat is voor een invariant. Dus wat we nu willen bewijzen vervolgens, wat in de volgende stap is, is te laten zien dat inderdaad die invariant geïmpliceerd wordt door de gegeven preconditie. Want dit is een invariant aannemende dat die aan het begin geldt. Maar aan het begin weten we alleen dat x is n. Ja? Dus op zich, als je denkt, ik heb een invariant, ja, dan moet je altijd wel even checken of die preconditie, gegeven preconditie, ook je invariant impliceert. Want anders heb je er niks aan. Dus ja, wat een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn, neem dan als invariant vals. Ja, bijvoorbeeld. Ja, vals. Of sterker nog, je kunt ook true nemen bijvoorbeeld. True is, je kunt altijd wel een invariant vinden. Neem true. True is altijd een invariant. Maar wetende dat na afloop true geldt en dat a is gelijk aan 0, oké, dat krijg je wel cadeau met behulp van een bewijsregel. Maar dit krijg je natuurlijk niet. Dat krijg je niet afgeleid uit true. Ax is 0 en true is gewoon ax is 0. Dat impliceert natuurlijk nooit dit. Dus wat we moeten laten zien, hè, het eerste wat je doet, het vinden van een invariant en vervolgens inderdaad ook checken dat die gegeven preconditie de invariant impliceert. Dus dat doen we hier. Hè. Dus we kunnen dit afleiden, dus we gaan top-down. Hè. Dus dit willen we afleiden en dan zeggen we, oké, dit kunnen we afleiden uit deze correctheidsassertie. En als ik deze correctheidsassertie kan afleiden, dan kan ik met behulp van de consequence regel, want x is n, zoals ik al beredeneerd heb, impliceert mijn invariant. En dan kan ik dus met behulp van de consequence regel hiertoe concluderen. En daarmee heb ik het dus bewezen. Dus als ik dit kan bewijzen, dan met behulp van de consequence regel heb ik dit. Top down. Maar nu moeten we volgens dit bewijzen. He, wederom, S is die while statement. Maar we hebben ons al overtuigd, intuïtief, dat deze preconditie nu de invariant is. Dus dat gaan we nu proberen ook concreet te bewijzen. Kijken of onze intuïtie klopt. Dat is geen ingewikkeld programma, dus dat zou heel verrassend zijn als dat niet zou kloppen. Maar laten we maar eens even kijken hoe dat uitpakt. Om te bewijzen dat deze assertie, hè, dat x het eerste nulpunt is, dat die invariant is. Daartoe moeten we bewijzen dat als de invariant geldt en we gaan de loop in, dus ax is ongelijk aan 0, dat als we dan x ophogen, dan moet die invariant weer gelden. Ja. Nou, dat laat ik aan jullie over tijdens het werkcollege. Maar wat je dan moet bewijzen is, om dit te bewijzen, moet je de assignment axioma toepassen. Dat wil zeggen, je neemt de postconditie, dat is de invariant, en daarin moet je x vervangen door x plus 1. Dus wat je dan moet laten zien, is dat deze preconditie de bewering impliceert waarin je x vervangt door x plus 1.
Nou ja, dat was net het argument dat ik intuïtief al gaf. Van als ax ongelijk aan 0 is, ja, dan kan ik gerust x met 1 ophogen opdat dit nog steeds geldt. Dat alle waarden van i vanaf n tot x plus 1 zijn natuurlijk ongelijk aan 0. Ja? Want ik weet ook dat ax ongelijk aan 0 is. Dus dan kan ik gerust x met 1 ophogen. Hè? En daarmee heb ik dan met behulp van de assignment, hè, dus als ik strikt dit wil bewijzen, dan moet je een assignment axioma toepassen en vervolgens een consequence regel. Ja, dat staat ook daaronder. Oh wacht, dat staat hieronder. Ja. Ja, nee, ja, zeker. Oh nee, nee, nee. Ja. Heb ik even over het hoofd gezien. Ja, dit is dus het bewijs van dat de invariant inderdaad invariant is over de body van de loop. Dus dan pas ik hier de assignment axioma toe en dan hoef je alleen nog maar deze implicatie te laten zien. En daarmee zijn we klaar. Dus een simpel voorbeeld, waar je wel even moet denken van wat nou de invariant is. Maar als je dan eenmaal de invariant hebt gevonden en het klopt, nou ja, dan past het dus op één slide, dan is het zo gepiept. Nou, zoals ik al aan het begin zei, we gaan nu alleen wat voorbeelden geven van correctheidsbewijzen. En we gaan nu even kort pauzeren.